welkom bij weer een hele gloednieuwe video. Vandaag ga ik een super spannende challenge doen. Ik ga namelijk 24 uur lang alleen maar voedsel eten van één bepaalde kleur. En die is oranje! En voor de like challenge van vandaag moet je eventjes goed in je brein gaan graven. Kun je namelijk bedenken wat voor eten er oranje is. Nou, als je iets in je hoofd hebt, dan pas kun je op dat duimpje omhoog klikken hier zo onder deze video. En vergeet daarbij ook zeker niet om nog eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier blijf je namelijk altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er dus never nooit meer eentje te missen. Hoe ontzettend tof is dat? Deze 24 uur challenge is echt enorm populair. Het begon allemaal in Amerika met alle YouTubers en is onlangs ook overgewaaid hier zo naar Nederland. Er zijn een heleboel YouTubers die het doen en het lijkt mij natuurlijk ook leuk om die uitdaging uit te gaan. En ik heb de kleur oranje uitgekozen. Voornamelijk omdat het gewoon een lekker Nederlandse kleur is en daarbij lijkt het me ook best wel lastig. En de regels van deze challenge zijn natuurlijk wel heel erg simpel. Er is er maar eentje. Ik mag de hele dag lang alleen maar eten van de kleur oranje. Nou, dan zou ik zeggen, het is tijd om naar de supermarkt te gaan om op zoek te gaan naar allemaal oranje voedsel. Dus let's go! Nou, ik sta in de supermarkt. Ik heb hier gewoon alvast eventjes mijn winkelwagentje. En daar komt, als het goed is, alleen maar oranje spulletjes in. Nou, we gaan het zien. Het eerste wat ik normaal gesproken eet in de dag is natuurlijk ontbijt. In Amerika hebben ze daar een heleboel van. En dit is namelijk allemaal cereal. Kijk nou naar hoe ontzettend veel het is. Het enige probleem is dat ik dus geen oranje cereal kan vinden. Ik zie wel oranje verpakkingen, zoals deze bijvoorbeeld. Maar er zit geen oranje eten in, dus dat is heel erg vervelend. Dus we moeten een andere oplossing gaan verzinnen. Wat zie ik hier dan? Oh ja. Kijk. Dit zijn Fruit Loops. Ja, er zitten oranje Fruit Loops in deze doos. Dus misschien is het gewoon een idee om deze dan maar te kopen. Maar dan mag ik natuurlijk alleen maar de oranje Fruit Loops eten. Het klinkt een beetje stom. Maar goed, dan ga ik ze er allemaal maar gewoon eventjes uitpikken. En dan gaan we het zo doen. Nou ja, we moeten een beetje creatief zijn, jongens. Dus dit is mijn allereerste ontbijt. Super. Het is best wel een uitdaging om oranje eten te vinden. Ik vind het heel erg lastig, want er is echt heel weinig. Zoals je kunt zien, zit ik hier zo gewoon te kijken. Maar jongens, er is niks dat oranje is. We hebben hier sausjes. Misschien is dat iets. Allemaal Aziatische sausen. Ik zie heel veel oranje kleurtjes, maar net niet. Oh, wacht. Wat is dit? Er staat duck sauce. Oké, ik pak dit eventjes op. Jongens, het is oranje. Ik heb tot nu toe alleen nog maar ontbijt, maar we gaan het er gewoon inzetten. Ik ga wel gewoon eventjes kijken waar ik het zo meteen mee kan gebruiken. Woe, hier hebben we de pasta. En als ik het goed heb, is er wel ergens oranje pasta. Ik moet eventjes op zoek gaan naar... Wat is dit dan? Ik zie allemaal verschillende soorten stukjes oranje rotini. Misschien moet ik hier ook maar gewoon een beetje creatief mee zijn. Dus gewoon alleen maar de oranje stukjes eruit pikken. Ik denk dat dat gewoon de beste optie is. Dus ik pak er maar gewoon eventjes een paar bij. Want er zit, zoals je kunt zien, niet zo heel erg veel in. Dus ja, laten we doen 3 zakken. Oké, nou het moet maar. Dit gaat dus ook zo het winkelwagentje in. Het is misschien wel tijd om iets gezonds te pakken. En ik zit nu dus in fruit en groente. En kijk eens. Ta-da-da-da. Het is de oranje hemel. Dit in het Engels heet ook letterlijk gewoon orange. Dus dan moet ik dat toch wel kopen, jongens. Oh nee. Ik pak hem op. Weet je wat? Ik ga deze gewoon maar eventjes nemen. Ik heb hem gered. Here we go. Nou, het ziet er op zich niet heel erg oranje uit. Oh, help. Ik hoop toch de challenge nog een beetje goed gaat komen. Oeh, ik hou van verse groenten. En zie ik dit nou goed? Ik zie een oranje paprika. Jammer genoeg zitten ze wel in een 3-pak. Dus ik moet ze alle 3 maar gaan kopen. Maar ja, wat is er allemaal nieuw hier zo in deze video? Weet niet hoor, maar als ik aan oranje eten denk, denk ik altijd aan wortels. Dus ik ga even op zoek naar een wortel. Oh, ik heb ze gevonden. Hehe, eindelijk kan ik er gewoon eentje pakken. Weet je wat? Laten we er 2 pakken. Yes. Amerika staat heel erg bekend om een plastic, kaas. En ze hebben echt de raarste kleuren kaas, jongens. Maar dat is een heel erg goed voordeel voor mij. Want kijk nou. Dit is volgens mij oranje. Dus ik vind dat het wel telt. En ik heb nu wel redelijk wat gevonden. Ik ben benieuwd wat er nog meer is. Dus ik ga nog eventjes op zoek naar wat andere oranje dingen. En dan kom ik zo weer bij je terug. Nou jongens, ik ben net wakker. En vandaag is de dag van de challenge. En ik heb oranje aan voor de gelegenheid. En het is nu tijd voor ontbijt. Hey, dat ruimt allemaal. Yay! Nou, hier is de keuken. En hier heb ik dus al de Fruit Loops klaarstaan. Ik zou heel erg graag willen dat ik gewoon meteen aan ontbijt kon beginnen. Want ik heb best wel veel
trek. Maar ik moet ze dus allemaal maar gewoon eventjes apart uit elkaar gaan halen. Want ik heb alleen de oranje Fruit Loops nodig. Alles eerst eventjes in deze kom. Oh nee. Oh nee, dat zijn er niet heel erg veel, de oranje. Nou ja, dan gaan we gewoon beginnen. Dit is oranje volgens mij toch, yes. En die gaat dan hierin. Dat is 1. En 2, 3, 4. Oké, nou ik ga nog eventjes door totdat deze helemaal vol is. Nou, ik ben er hoor. De hele kom zit nu vol met oranje Fruit Loops. Het duurde eventjes, maar dan heb je ook wat. Ik vind zelf dat het er heel erg leuk en gaaf uitziet. En ik ben heel erg benieuwd of het allemaal lekker gaat smaken. En cereal of ontbijtgranen eet ik normaal gesproken met sojamelk. Maar dat is natuurlijk niet oranje. Dus ik heb er iets anders voor moeten zoeken. En daarvoor heb ik... Wow, oh, dat is zwaar. Oranje frisdrank. Eeuw. Dat lijkt me echt totaal niet lekker. Maar ja, dit zijn nou Fruit Loops. Dus ik denk dat een lekker fruitig drankje er best wel heerlijk bij kan zijn. En woehoe! Oh jeetje. Oh, oh my goodness. Horen jullie dat gesizzel? Nou, ik ga er maar gewoon eventjes een hapje van nemen. Smakelijk, hè? Wow. Oké. Dat smaakt heel erg apart. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het niet zo super slecht is. Het smaakt voornamelijk naar sinaasappel en heel erg fruitig. Ik vind het eigenlijk juist wel fijn om zo lekker licht en zoetig de dag te beginnen. Huh? Mm. Oeh, ik ben net klaar met het lezen van een boek. Ik lag lekker gewoon hier zo op de bank. Heerlijk relaxed. Het probleem is dat ik wel een beetje last heb van mijn maag van het ontbijt. Misschien niet de allerbeste manier om te ontbijten. Maar dan is het nu tijd voor lunch. En het is wel handig om iets gezonders voor lunch te eten. Dus daar heb ik natuurlijk iets heel erg leuks voor. Kijk maar, het is een zoete aardappel. Dit ziet er misschien niet zo heel erg oranje uit, maar de binnenkant is echt heel erg fel oranje. Dus ik heb niet zo heel erg veel zin om echt super uitgebreid te koken. Dus ik ga het maar gewoon eventjes in de magnetron stoppen. Deze hierin. 5 minuten en start. En yes, de magnetron is klaar. Ik hoop dat hij nu een beetje af is, jongens. Ja, yeah. Hey, dat voelt allemaal best wel goed aan. Ja, het ruikt echt ontzettend lekker. Het ziet er alleen gewoon niet zo heel erg lekker uit. En dan nu openmaken. Yes, kijk nou naar hoe prachtig oranje dit is. Dan is het tijd voor stukjes oranje kaas. 2 plakjes is op zich wel goed. En nu dat hij nog lekker flink heet is, zet ik het kaas erin. Nou, dat wordt mijn lunch. Oké, het ziet er nou niet bepaald heel erg lekker uit. En ik wil natuurlijk niet dat het heel erg droog wordt. Dus daarvoor heb ik deze geweldige duck sauce. Volgens mij is het een soort van mango saus of zo. Oh, yes. Wauw. Nou, dat ziet er echt heel erg oranje uit. Het enige is dat ik hoop dat ik de saus lekker vind. Want er zit nu wel echt heel erg veel op. Ik was een beetje enthousiast. En als laatste nog een drankje. Dit is Kool-Aid. Dit is, als het goed is, poeder. Er staat op dat het oranje is. Dus ik ga dat even hier aan toevoegen. Oeh. Oh, het lijkt meer op witte poeder. Ik ga er gewoon maar wat water aan toevoegen en kijken wat er gebeurt. Wow! Wow! Kijk nou. Oh, dat ziet er niet zo heel erg lekker uit. Eerlijk gezegd een beetje ranzig, maar oké, het komt goed. Nou, dat is een fel oranje drankje samen met een fel oranje lunch. En dan ga ik dit nu maar eventjes naar de tafel brengen. Oranjegerdiger dan dit kan het bijna niet worden, maar Amerikanen hebben vaak de gewoonte om bij hun lunch ook nog chips te eten. En die heb ik ook gevonden in een oranje kleur natuurlijk. Cheetos! Ga het maar gewoon eventjes toevoegen aan mijn bordje. Cheetos zijn in ieder geval heel erg lekker. Wow! Qua uiterlijk vind ik deze lunch echt wel heel erg geslaagd. Zo ontzettend gaaf. Maar smaakt het lekker? Ik hoop het wel voor mijn smaakpapillen en mijn maag. We hebben dus zoete aardappel, kaas en duck sauce. Ik heb een hapje. Daar gaan we dan, jongens. Oh my god! Dat is oprecht zo ontzettend lekker. Volgens mij heb ik gewoon iets nieuws uitgevonden. En dan hebben we ook nog zoute chippies. Deze zijn sowieso gewoon hartstikke lekker. Maar ja, dat wist ik al. Huh? Alles nog eventjes wegwerken met een lekker oranje drankje. Oh, dat is zo goor. Alles wat ik proef is gewoon een soort van bittere chemische sinaasappel. Gansie daddy. Nou, dan ga ik hier maar gewoon eventjes van drinken bij mijn lunch. Als je erover nadenkt, vind ik het idee van deze hele challenge best wel apart. Want normaal gesproken denk je natuurlijk niet na over de kleur van je eten. Maar vandaag moet ik zo keihard nadenken over wat voor oranje eten er allemaal beschikbaar is. En als je dan eventjes lekker snel zin hebt in een snack, dan is het ineens heel erg lastig om te bedenken wat je gaat eten. Gelukkig heb ik
oranje popcorn in de winkel kunnen vinden. Ik weet niet precies wat voor smaak het is. Er staat op cheddar, dus ik denk dat het een kaassmaakje heeft. Ik moet toch wat eten en het is nog net niet laat genoeg voor avondeten. Dus we gaan even kijken. Oeh, een beetje spicy. Wow, heel erg kazerig inderdaad. Ik kan wel zeggen dat dit absoluut niet mijn favoriete snack ooit gaat worden. Maar ja, ik moet het er nu maar gewoon eventjes mee doen. Ik heb eigenlijk best wel heel erg veel trek. Het is nu een 7 uur geweest. Dus het is natuurlijk tijd voor avondeten. Deze heb ik alvast eventjes uit de zak gehaald. Nou, ik vind eigenlijk dat het er best wel oranje en goed uitziet. Wat mij betreft kunnen we dit gewoon maar in de pan stoppen. En eventjes koken. Zo. Terwijl dat gaat koken, gaan we ondertussen eventjes door met mijn salade. Maar ja, ik mag natuurlijk geen groene dingen gebruiken. Dus ik heb alleen maar oranje dingetjes gekozen. Zo hebben we hier paprika en wortels. En salade dressing. Dus ik zet deze hier neer. We moeten de wortels natuurlijk schillen. Zo. De wortel is helemaal geschild. En dan gaan we die in kleine stukjes snijden natuurlijk. Zo. Nou, we gaan gewoon voor een rauwe wortelsalade. Oh, help. Dan gaan we nu door naar de paprika. En deze dan ook in kleine stukjes snijden. Zo. Hey, dat ziet er allemaal wel heel erg oranje uit. Dus dat is hartstikke goed. En oh my goodness, ik bedenk me nu ineens. In een salade kan ook fruit zitten. Dus ik heb natuurlijk deze sinaasappel. Wist eigenlijk niet wat ik ermee moest doen. Maar misschien moet ik deze ook maar eventjes gaan schillen en snijden in mijn salade. Even kijken of me dit lukt met één hand. Here we go. Joehoe! Yes! Ik ben benieuwd of het allemaal een beetje erbij past. Ik hoop het maar. De kleuren zijn hetzelfde, dus vast wel, toch? Tada-ta! De oranje pasta is er. En dan hebben we nu alleen nog de pasta saus. Zo. Wow. Wow. Het is inderdaad heel erg oranje. Nou, heel eerlijk gezegd is het wel een culinair hoogstaandje hoor, vind ik dan. Maar smaakt het er ook naar? Dat gaan we nu eventjes uitzoeken. We gaan maar gewoon eventjes een hapje nemen. Allereerst van de pasta met vodka saus. Ik ben benieuwd. Wow. Dat smaakt echt ontzettend lekker. Het is eigenlijk gewoon een soort van romige tomatensaus met pasta. Maar dan mijn salade. Een mix van allemaal random dingetjes. Dus ik ben benieuwd of het lekker smaakt samen. Oh my god! Dat is serieus het beste wat ik ooit heb gegeten. Hoe is het mogelijk? We zijn bijna bij het einde aangekomen. En ik vind eigenlijk dat ik nog best wel gezond heb kunnen eten vandaag. Behalve ontbijt dan. En daarom vind ik dat ik wel een heel erg lekker toetje verdien. En dat is oranje ijs. Tada! Wow, hey, dat ziet er best wel oranje uit. Ik vind het hartstikke goed en tof. Proost en... Wow, oeh. Het doet me echt heel erg denken aan een Solero ijsje. Oh, dat zijn echt een van mijn favoriete ijsjes ooit. Alle gerechten van de dag zijn helemaal klaar en ze waren allemaal oranje. Dus wat mij betreft was deze challenge wel echt helemaal en hartstikke geslaagd. Yes! Als bonus heb ik ook nog eens oranje Tic Tacs. Als je me die hebt zien eten, dan betekent het dat je de video helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw favoriete kleur? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Laat het zeker eventjes weten in de reacties hieronder. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei!